wij organiseren hier de oppervlakte-reddingswedstrijden. Het zijn vaardigheidstoetsen. En oppervlakte-redding, ja, dat wil zeggen slachtoffers op het water. Daar hebben wij materiaal voor en de kennis om te bevrijden. En zodra ze onder water gaan, dan komen de duikers aan bod. Ja, we staan in het prachtige Kinderdijk, onderdeel van gemeente Molenwaard, vroeger ook gemeente Nieuw-Lekkerland. Is ons verzorgingsgebied nog net, is werelderfgoed Kinderdijk. En we staan hier tussen een aantal gigantisch mooie molens in een heel mooi toeristisch gebied. Er is een luchtballon neergestort, daarin zaten 4 mensen. De ballonvader zelf heeft brandwonden aan zijn handen. 3 passagiers zijn overboord geslagen. Wij vallen nu onder het ABWC, Algemeen Brandweerwedstrijdcomité. Die organiseren wedstrijden voor oppervlakte-reddingsteams in heel het land. En er doen er 12 mee uit het hele land, waarvan vandaag officieel 6. Er is er helaas 1 afgevallen. Maar ze komen uit Friesland, uit Noord-Brabant, uit Noord-Holland, uit het hele land.